waar normaal paarden staan. Dat is eigenlijk het idee. Waar bent u van? Ik ben van het project Vulsteren, Landgoed Vulsteren, en met name duurzame landbouw. We hebben samen met Landgoed Vulsteren een project opgezet. En daar houdt in dat we duurzame landbouw ook binnen het landgoed willen uitoefenen. We hebben zelf het project Lakenvaldenkoeien. De Lakenvalders die lopen op de uiterwaarden van de Vecht. Worden ook niet met krachtvoer gevoerd. We zijn helemaal vrij van antibiotica, wordt ook niet gebruikt. Als de koe geslacht wordt, gaat die naar de slager toe. En het plaatselijke slager, dat is ongeveer 10 minuten van het landgoed af. En daarna komt die aan pakketten van 5 of 10 kilo, komt die hele koe komt weer terug. Niet alleen die worstjes komen van het landgoed Vulsteren, maar veel meer. Want wat voor producten heb jij? We hebben speldproducten. De speldpasta komt uit, wordt verbouwd in Vulsteren. Speldcrackers is ook gemaakt van speld, is 100% speld. Dan hebben we de mueslikoeken, die zijn ook gemaakt van speld met roomboter. Wat heeft filterkleding nou te maken met boerderijartikelen? Nou, de vilt die ik maak is van de schapenwol gemaakt. En nou, ik gebruik regelmatig wol uit de regio hier, van Drentse heideschapen bijvoorbeeld. En ik gebruik ook veel merino wol. Maar het is een hele ambachtelijke techniek eigenlijk van oorsprong. Is het inderdaad niet heel ouderwets eigenlijk? Het is een hele oude techniek. Het is de oudste techniek van wol verwerken. Voordat ze konden spinnen, weven en breien, gingen ze al filten. Maar het is heel lang heel traditioneel gebruikt voor nomaden, tenten en kleden. Maar de laatste jaren heeft het een nieuw leven gekregen en hele moderne toepassingen.